Sabrie, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Dus mijn eerste vraag is altijd, waarom doe jij wat je doet? Ik wilde heel graag werk doen, wat ik vanuit huis kon doen. En zodat ik om 3 uur op het schoolplein kon staan. En ik ben dus alleenstaande moeder met 2 jonge kinderen thuis. En ouders of vaders zijn ver weg. Ik ben er dus echt alleen. Ja. En dus vond ik dat gewoon heel belangrijk. Dus heb ik echt heel erg gezocht en toen heb ik echt een paar projecten opgezet. Dat is een internetsite met radio- en televisiecenter voor ondernemers over online marketing en business succes. Mm-hmm. En nou ja, het is heel leuk om zoiets op te zetten, maar het moet wel ook renderen. Mm-hmm. En dus uiteindelijk heb ik ontdekt dat ik echt een talent heb voor het virtueel neerzetten van een onderneming op het internet. En dat is waar ik ondernemers nu ook bij help. Dus echt de branding technisch te implementeren. Dus we doen de vormgeving, we doen de technische implementatie en we doen de marketing. De online marketing. Op die manier heb ik mezelf dus binnen 13 maanden uit de bijstand gekregen. En dus ik was echt alleenstaande bijstandsmoeder en dat is niet de makkelijkste positie in de wereld. En hoe ik dat heb gedaan, dat leer ik nu ondernemers in het Your Key to Success programma dat ik opgezet heb. En daarin leer ik ze dus om rondom hun expertise, dienst of product een succesvol internetonderneming op te zetten. Okay. Het klinkt eigenlijk alsof je je eigen ervaring nu ook helemaal te gelde aan het maken bent. In de zin van dat je dat ook aan het doen bent en anderen aan het leren bent. Ja, absoluut. Ja, want ik bedoel een heleboel ondernemers die denken, ik heb een goed product en dat moet zichzelf verkopen. Of ik heb een goede dienst. En die zijn zich niet bewust van het feit dat daar gewoon heel veel stappen voor ondernomen moeten worden. Om dat product ook werkelijk op hun dienst te laten landen bij hun doelgroep. Ja. En die tools, daarvan willen wij ze een beetje kennis geven en introduceren op het FNK-project. Ja, wat ik met name heel leuk vind aan wat jij doet, is dat je mensen echt helpt om zich over de drempel heen te zetten van zichzelf durven laten zien. En dat is gewoon zo belangrijk naast het promoten, om jezelf te kunnen promoten, om je product en om je dienst te kunnen promoten, moet je eerst over de drempel heen stappen van jezelf durven laten zien. Ja. En dat is voor sommige mensen zo'n grote drempel. En dat inderdaad een verhaal op zich is. En ik bedoel, het is eentje die ik zelf heb moeten overwinnen. Ik weet dat een heleboel ondernemers dat hebben moeten overwinnen. Dus het is gewoon heel fijn dat er iemand is die zich daar specifiek op richt om mensen te helpen die stap te zetten. Dus ik denk in dat opzicht dat Club Puur absoluut een aanwinst is voor ondernemers.